In deze kennisclip gaan we oefenen met een aantal meerkeuzevragen. Het is aan te bevelen om, voordat je deze clip gaat bekijken, eerst de algemene clip te bekijken over het maken van meerkeuzevragen. Voordat we zo meteen echt gaan oefenen met een aantal vragen, volgen er nog twee slides met algemene informatie. De eerste gaat over de opbouw van een tentamen met meerkeuzevragen bij tentamens bestuursrecht 2 aan de Open Universiteit. En de tweede gaat over algemene tips die je kan gebruiken bij het beantwoorden van meerkeuzevragen. Het tentamen bestuursrecht 2, zoals we dat afnemen aan de Open Universiteit, is opgebouwd uit 30 meerkeuzevragen. We kennen drie soorten vragen: kennisvragen, inzichtsvragen en toepassingsvragen. Nadere informatie over deze soorten vragen en hoe je ze kunt onderscheiden is te vinden in de algemene clip over het maken van meerkeuzevragen. Los van het onderscheid tussen drie soorten vragen hebben we in het tentamen ook drie moeilijkheidsgraden. Er is een aantal vragen dat heel eenvoudig is en er is een aantal vragen dat heel pittig is. Die pittige vragen zijn ervoor om de goede studenten echt het zetje extra te geven in een onderscheidend cijfer. Dus een 8 of een 9 of een 10. Voor het overige gedeelte, en dat is dus de grote meerderheid van de vragen, gaat het om vragen van een gemiddeld niveau. In de algemene kennisclip over het maken van meerkeuzevragen gaan we uitgebreid in op de vraag hoe je het moet aanpakken bij een tentamen met meerkeuzevragen. Hoe ga je te werk? Op deze plaats stippen we de belangrijkste puntjes nog even aan. Maar zoals gezegd, het is raadzaam om ook de uitgebreide video met uitleg over het maken van meerkeuzevragen te volgen. En het is het beste om dat te doen voordat je zo meteen in deze video gaat oefenen met meerkeuzevragen. Nou, hoe pak je het aan? Wat heel erg belangrijk is, is dat je eerst rustig en nauwkeurig de vraag leest. Kijk daarbij al of je bepaalde leerstukken ziet, of je al een idee hebt welke kant het op gaat. Probeer ook als het om een casus gaat al te filteren tussen relevante en niet relevante informatie. En neem alles goed in je op. Vervolgens probeer je al de vraag te plaatsen. Gaat het om een inzichtsvraag, een reproductievraag of een toepassingsvraag? Als je vervolgens de antwoordalternatieven hebt gelezen, kan je de casus nog eens een keertje of de vraag nog eens een keertje doorlezen, omdat je dan misschien nog wat informatie extra nodig hebt voor het beantwoorden van de vraag. Dus lees altijd nog een keertje extra de stam van de vraag of de casus door nadat je de alternatieven hebt bekeken. En dat geldt zeker voor toepassings- en inzichtsvragen. Bij kennisvragen is het misschien zo dat je meteen al ziet wat het juiste alternatief is. Als je de vraag gaat beantwoorden, zie je vaak al dat er één of twee antwoorden echt fout zijn. Die streep je dan al weg. Daarna kan het zijn dat je nog twijfelt tussen twee alternatieven, of misschien drie. Kies dan vervolgens voor het meest juiste alternatief. Sommige antwoorden zijn ook een beetje goed, maar net niet helemaal. Dus daar moet je ook op letten. Lees ook de alternatieven kritisch. We gaan nu beginnen met de eerste oefening. En daarbij is het raadzaam om zelf eerst deze vraag te beantwoorden. Dus zometeen kan je het beste eventjes de video op pauze zetten. En pas als je zelf de vraag hebt gemaakt, dan zet je de video weer op play. Op die manier leer je er het beste van. Want mocht je nu een fout hebben gemaakt, dan wordt misschien ook duidelijk naar aanleiding van de uitleg die hierna volgt, wat er mis is gegaan bij het beantwoorden van de vraag. Goed, we gaan nu kijken naar deze vraag. Zoals jullie zien begint de vraag met een casusje. Op het moment dat je dit tentamen op papier kan maken, is het handig om belangrijke dingen in de casus te onderstrepen. We lezen nu even samen de casus door. Het gaat als volgt. Het college van burgemeester en wethouders van Goordijk heeft geweigerd de heer Van Geer tot Goor een omgevingsvergunning om te bouwen te verlenen voor de uitbreiding van zijn woning met een extra verdieping. Is geweigerd, hè? Een vergunning is geweigerd. Van Geer tot Goor maakt bezwaar tegen de weigering van de vergunning. Vervolgens wordt zijn bezwaar gegrond verklaard en krijgt hij bij het op bezwaar genomen besluit alsnog de verlangde vergunning om te bouwen. Nu wil buurman Ozinga in het geweer komen, omdat hij vreest voor verminderde daglicht, toetreding en aantasting van zijn privacy door het bouwplan van buurman Van Geer tot Goor. De vraag is dan, wat kan Ozinga, de buurman,
tegen de beslissing op bezwaar waarbij Jan van Geert tot Goor alsnog de gevraagde omgevingsvergunning om te bouwen is verleend ondernemen. In de casusje wordt al gegeven dat Ozinga moet worden aangemerkt als belanghebbende. Dus dat leerstuk, daar hoef je verder niet naar te kijken. Het gaat puur om de vraag welke processuele mogelijkheid heeft Ozinga. Wat je nu het beste kunt doen is al even zelf nadenken, als het een open vraag was geweest, welk antwoord had ik dan gegeven? En met dat antwoord in je hoofd lees je dan de alternatieven. En dan kan het natuurlijk zo zijn dat je al meteen ziet dat er een alternatief is dat aansluit bij het antwoord wat jij zou hebben gegeven als dit een open vraag was. We gaan nu naar de alternatieven kijken. Alternatief A. Ozinga moet een bezwaar schrijven bij het college van burgemeester en wethouders dienen op grond van 7.1 eerste lid A AWB. Dit alternatief valt af. Waarom? Er is al een bezwaarschriftenprocedure geweest. Van Geert het Goor heeft al bezwaar gemaakt tegen de vergunning. En waar nu tegen opgekomen gaat worden door Ozinga, dat is het besluit op bezwaar. Nou, tegen een besluit op bezwaar kan je niet weer bezwaar instellen, maar moet je in beroep. Dat volgt onder andere uit artikel 7.1 en uit artikel 8.1 AWB. Dus antwoord A valt af. Antwoord B. Ozinga moet een beroepschrift indienen bij de bestuursrechter op grond van artikel 8.1 Junto 7.1 eerste lid. Nou, bij een besluit op bezwaar is dat, zoals jullie waarschijnlijk weten, normaal het geval. Dus B is een optie. Alleen, hier doet zich nog het probleem voor en daar gaat alternatief C over, dat er ook nog een regel is in de AWB die met zich brengt dat als jij je beurt voorbij laat gaan, als je in de procedure een stap overslaat, of in het eerste deel van de procedure niet mee hebt gedaan, dat het dan zo kan zijn dat je beurt voorbij is en dat je niet ontvankelijk bent. En daar gaat artikel 6.13 over. 6.13 luidt, geen beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3.15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld. Dus dit wetsartikel moet je bij je antwoord betrekken. Dit wetsartikel moet je dus ook echt even goed nalezen tijdens het tentamen. Kijken naar de voorwaarden. Daarin staat dus, als jij geen bezwaar hebt gemaakt, dan kan je ook niet een beroep bij de bestuursrechter. Nou, Ozinga heeft geen bezwaar gemaakt, dus strikt genomen zou die niet een beroep kunnen bij de bestuursrechter. Alleen nuanceert artikel 6.13 dat, want er staat dat het uitsluiten van die beroepsmogelijkheid alleen aan de orde is als de belanghebbende redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft ingesteld. Dus dat is waar je naar moet kijken. Kan Ozinga worden verweten dat hij geen bezwaar heeft ingesteld? Nou, dat is niet het geval, want het eerste besluit was een weigering van de vergunning. Daar was Ozinga natuurlijk hartstikke tevreden over, want dat bouwwerk zou er niet komen. Dus het is logisch dat hij tegen die weigering van die vergunning geen bezwaar heeft ingediend. En nu bij het besluit op bezwaar alsnog de vergunning verleend is, dat zijn bezwaren dan wel gaan spelen. Dus Ozinga kan redelijkerwijs niet worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt. En daarom valt alternatief C in dit geval af. Hij heeft zijn beurt wel voorbij laten gaan, maar er was op dat moment geen procesbelang voor hem. Dus hem kan niet worden verweten dat hij zijn beurt voorbij heeft laten gaan. Dus B staat nog steeds als meest juiste alternatief op dit moment. Dan gaan we nog naar D kijken. Ozinga moet zich wenden tot de burgerlijke rechter om de omgevingsvergunning om te bouwen aan te vechten. Nou, hier moet je gaan kijken naar de theorie over de bevoegdheid tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. En een van de belangrijkste regels is als er een bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat tegen een besluit, dan ben je bij de burgerlijke rechter niet ontvankelijk. Nou, in dit geval, in het geval van Ozinga, is er een bestuursrechtelijke rechtsgang. Hij kan gewoon in beroep gaan tegen het besluit op bezwaar. Dus de weg naar de burgerlijke rechter staat dan niet open, dus D valt ook af. En zo zie je dat je best wel het een en ander moet analyseren om een antwoord op zo'n vraag te geven. De belangrijkste bepaling was hier 6.13. Als je de stof goed bestudeerd hebt, dan zou je eigenlijk meteen zodra je die casus leest het lampje moeten gaan branden van hey, het gaat hier over artikel 6.13 en de vraag
of hem redelijkerwijs verweten kan worden dat hij geen bezwaar heeft gemaakt. Nou ja, en daarna kan je dan verder analyseren. Hè? Heeft hij redelijkerwijs inderdaad, treft hem inderdaad geen verwijt, dan kan hij gewoon in beroep. En dan kom je bij B uit. We gaan nu verder met de tweede oefenvraag. Ook hier geldt weer dat het goed is om hem eerst even zelf te maken. Dus zet nu eventjes dit clipje op pauze. Lees de vraag goed door en kijk welk antwoord je zal geven. Goed, we gaan nu naar deze vraag kijken. En daarbij geldt dat bij deze vraag het gaat om een vraag waarin met name inzicht en reproductie een rol spelen. Het is een stellingvraag waarbij je moet aangeven of beide stellingen juist dan wel onjuist zijn of dat één van beide stellingen juist is. We nemen de stellingen nu één voor één door. Stelling 1 luidt als volgt. Tegen de uitspraak van een voorzieningenrechter van de rechtbank, waarin deze naar aanleiding van een verzoek om voorlopige voorziening, te treffen, onmiddellijk uitspraak doet in de hoofdzaak, ook wel kortsluiting genoemd, staat geen hoger beroep open. Deze stelling moet je dus analyseren. Waar gaat het om? Het gaat om een voorlopige voorzieningprocedure. Dus het is goed om dan in je wettenbundel al te gaan kijken naar de titel waarin de voorlopige voorziening is geregeld. Het standpunt dat wordt ingenomen is dat tegen een uitspraak van een voorziening van rechter van de rechtbank, waarin uitspraak is gedaan in de hoofdzaak, geen hoger beroep openstaat. Nou, dat uitspraak doen in de hoofdzaak, hè, dus niet alleen een voorziening treffen tijdelijk, voor zolang de rechter nog niet in de hoofdzaak heeft besloten, maar meteen de zaak afhandelen en uitspraak doen in de hoofdzaak. Dat noemen we kortsluiting en dat is geregeld in artikel 886. En artikel 886 lid 1 staat dat de bestuursrechter die bevoegdheid heeft. Vervolgens moet je gaan uitzoeken, staat tegen zo'n beslissing hoger beroep open? Daarvoor moet je de systematiek van de AWB een beetje kennen en weten waar het hoger beroep is geregeld. Nou, het hoger beroep is geregeld in artikel 804 en verder van de AWB. Dus je zult nu moeten gaan kijken in artikel 804 en verder AWB of daar iets wordt gezegd over een uitspraak die is gedaan op grond van artikel 886 lid 1. Als we dan gaan kijken naar artikel 804 lid 1 onder B, dan zie je dat daar staat, een belanghebbende en het bestuursorgaan kunnen hoger beroep instellen tegen B, een uitspraak als bedoeld in artikel 886 eerste lid van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dus, de conclusie is, als een bestuursrechter in een voorlopige voorzieningsuitspraak onmiddellijk uitspraak doet in de hoofdzaak, die kortsluiting waar het over gaat, dan staat er wel hoger beroep open. Dus, deze stelling is onjuist. Die kun je dan doorkruisen. Dan ga je door naar de tweede stelling. De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft niet de bevoegdheid om kort te sluiten hangende de bezwaarschriftprocedure. Nou, we hadden net gezien dat artikel 886 in dit geval het relevante artikel is. En dat gaat over die kortsluiting. Dan kijk je daar nog eens een keertje in. Wat stond daar nu ook alweer precies? En als je dat wetsartikel dan bekijkt, dan zie je dat daarin is aangegeven dat de kortsluitingsmogelijkheid voor de bestuursrechter alleen bestaat als die zelf moet oordelen. Dus als er een beroep bij hem aanhangig is en er wordt een voorlopige voorziening gevraagd. Is er een bezwaarschriftprocedure aanhangig en wordt dan een voorlopige voorziening gevraagd, dan mag hij niet kortsluiten. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de burger anders een juridische kans om zijn zaak aan te vechten kwijt is. Want dan is er nog niet op bezwaar beslissen en dan gaat de rechter al oordelen over de zaak. Ja, dus de conclusie is dat op grond van artikel 886 lid 1 het inderdaad zo is dat je tijdens de bezwaarschriftenprocedure geen kortsluiting kan toepassen als bestuursrechter als je een voorlopig voorzieningsverzoek krijgt. En dat staat in artikel 886 lid 1. Dus stelling 2 is wel juist. De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft niet de bevoegdheid om kort te sluiten hangende de bezwaarschriftprocedure. Dus dan is het juiste antwoord op deze vraag D.
Nou, we hebben gezien dat ook in dit geval je weer kennis moet hebben. Hè. Je moet weten waar het over gaat. Je moet weten dat er een voorlopige voorzieningsprocedure is in de AWB. Je moet die kunnen vinden. En ik heb dat al vaker aangegeven. Wetsartikelen moet je echt niet uit je hoofd leren. Je moet gewoon weten waar ze staan. Dus je moet gewoon die systematiek van de AWB kennen. En dat leer je vooral door tijdens de cursus telkens, als er verwezen wordt naar wetsartikelen, die ook op te zoeken. En het beste is om ze dan ook te onderstrepen in je wettenbundel. Goed, dan komen we nu toe aan de laatste oefenvraag. Deze laatste oefenvraag is, zoals jullie zien, opgebouwd uit een casusje met daaraan gekoppeld een aantal meerkeuzevragen. Bij een casusvraag weet je van tevoren eigenlijk al dat het om een toepassingsvraag gaat. En om zo'n toepassingsvraag goed te kunnen beantwoorden, heb je inzicht en kennis nodig. Kennis van leerstukken of van rechtsregels. Je moet zien in welke verhouding die staan tot de informatie uit de casus. Dat is het deeltje van inzicht en ook het onderdeel van toepassing. Ik wil jullie weer vragen om eerst eventjes zelf de casus door te lezen en een antwoord te formuleren. Daarna gaan we dan samen deze casus oplossen. Ik lees eerst eventjes de casus voor. De Stichting Gemeenschapshuis Klarendal wil de oude basisschool van Klarendal verbouwen tot een multifunctioneel centrum. De school is eigendom van de gemeente Klarendal en wordt gehuurd door de stichting. De school is al 10 jaar in gebruik als multifunctioneel centrum, maar de inrichting van het gebouw is in afwachting van financiële middelen nog steeds niet aangepast. Door een aantal schenkingen en een aantal sponsoracties heeft de stichting intussen voldoende geld om de verbouwing te realiseren. Een architectenbureau maakt voor het nieuwe multifunctionele centrum een ontwerp. Verder heeft de stichting al een overeenkomst gesloten met een lokale aannemer voor bouwwerkzaamheden. Omdat het een groot project betreft, heeft de aannemer een aantal andere projecten laten schieten. De omgevingsvergunning om te bouwen wordt echter geweigerd aan de stichting. Verder zegt de gemeente vervolgens de huurovereenkomst per 1 januari 2021 op. Tegen de weigering van de vergunning wordt bezwaar ingesteld door de plaatselijke harmonie, die net als de schutterij, het kerkkoor, de bridgeclub, de line dance club en een aantal andere verenigingen wekelijks gebruik maakt van het gemeenschapshuis voor repetities en andere activiteiten en daarvoor een vaste huurprijs betaalt. Zij komen nu op straat te staan. Verder wordt bezwaar gemaakt door het architectenbureau dat ervan uitgaat dat de stichting de rekening voor het ontwerp niet zal betalen. Ook dient de aannemer bezwaar in, omdat zijn opdracht nu niet door kan gaan en hij geen andere opdracht heeft de komende maanden. En tenslotte dient de stichting Gemeenschapshuis Klarendal zelf bezwaar in. De vraag is dan welk van de bovenstaande personen dan wel rechtspersonen moet worden aangemerkt als belanghebbende bij het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning om te bouwen. Dan volgen de 4 alternatieven, maar wat je nu het beste kunt doen is gewoon zelf even analyseren van deze 4 genoemde personen en rechtspersonen of zij al dan niet belanghebbende zijn. Hoe pak je dat aan? Je gaat daarvoor het belanghebbende begrip toepassen op die 4 casusvarianten. Nu weet je dat het belanghebbende begrip is geregeld in artikel 1.2 AWB. Je weet ook dat daar 3 leden zijn. Het eerste lid gaat over natuurlijke personen en andere rechtstreeks belanghebbende rechtspersonen. Het tweede lid gaat over het bestuursorgaan als belanghebbende. Het derde lid gaat over algemeen belangverenigingen en collectieve belangenbehartigers als belanghebbende. Je moet dus ten eerste vaststellen om welk soort belanghebbende het gaat in deze casusjes. Nou, in dit geval gaat het in alle 4 de situaties om iemand die belanghebbende is op grond van artikel 1.2 lid 1. Dus we hoeven in dit geval alleen artikel 1.2 lid 1 van de AWB te analyseren. In artikel 1.2 lid 1 staat onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Op zich weet je er nog niet zo heel erg veel, want het is natuurlijk een vrij vaag begrip. Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Nu is het zo dat in de jurisprudentie dat begrip nader is uitgewerkt aan de hand van een aantal deelcriteria waaraan de rechter toetst of iemand belanghebbende is. Die criteria moet je dus ook kennen en die moet je kunnen toepassen op deze casusjes. En daar zit dus het deel reproductie gecombineerd met inzicht en toepassing.
Nou, welke criteria zijn dat? Het gaat om het eigen, persoonlijk, actueel, objectief bepaalbaar en direct geraakt belang. En dus die factoren daaraan moet voldaan zijn. En we moeten dus gaan beoordelen of dat in dit geval zo is. Het gaat bij die criteria om cumulatieve criteria. Dus dat wil zeggen, als aan één van die criteria niet voldaan is, ben je al geen belanghebbende. Dus daarom is het ook verstandig om te kijken bij zo'n casusje op basis van de kennis die je hebt na het bestuderen van deze cursus. Of er al één van die factoren, van die criteria, duidelijk uitspringt waaraan niet voldaan is. Want dan ben je meteen klaar. Hè? Als je ziet van, nou, aan die factor is niet voldaan en dat criterium is niet voldaan, nou, dan is die persoon geen belanghebbende en dan kan je die al afstrepen. Wat verder van belang is, is dat om de vraag te beantwoorden of iemand belanghebbende is, een feitelijk belang voldoende is. De argumenten die iemand vervolgens aanvoert, die zijn bij het vaststellen van de vraag of iemand belanghebbende is, nog niet van belang. Die inhoudelijke beoordeling, de redenen waarom iemand niet met een besluit eens is, die komen pas aan de orde als het besluit in bezwaar of beroep beoordeeld wordt. En dan geldt in beroep het relativiteitsvrijste op grond waarvan een besluit soms niet vernietigd wordt als blijkt dat een belanghebbende om bepaalde redenen het niet eens is met het besluit, terwijl de regeling waar dat besluit op steunt niet is geschreven met het oog op die doelen. Let daarop, want sommige meerkeuzevragen, daar gaat het om een buurman die het niet eens is met een bouwvergunning en daar een heel raar argument voor aanvoert, bijvoorbeeld iets wat met godsdienstvrijheid te maken heeft. Nou, die buurman is wel belanghebbende, want die woont naast die woning waar het bouwwerk is gebouwd of wordt gebouwd. En die is op basis daarvan rechtstreeks belanghebbende met een persoonlijk belang. Pas als er een procedure volgt bij de bestuursrechter, gaan ze kijken naar de argumenten die hij aanvoert of die tot vernietiging van het besluit kunnen leiden. Dus let daarop dat je die scheiding maakt tussen belanghebbende en het relativiteitsvrijste als dat een keer in een casusje gebeurt. Goed, dat was even een uitstapje. Het uitstapje heeft ook wel te maken met het argument wat de stichting hier aanvoert. Dus dat zullen we dan zo meteen nog zien, maar daarom vermeld ik het wel even. Wat we nu gaan doen is, en wat je het beste kunt doen is, zoals ik al zei, eerst zelf kijken hier welke instantie is volgens mij belanghebbende. Nou, we lopen ze samen even af. We beginnen bij de plaatselijke harmonie. En dan zien we dat de plaatselijke harmonie niet alleen in dit schuitje zit, maar ook de schutterij, het kerkkoor, de bridgeclub, de lijndansclub en een aantal andere verenigingen maken wekelijks gebruik van het gemeenschapshuis voor repetities en andere activiteiten. En ze betalen vaste huurprijs. Ze komen nu op straat te staan. Nou, daar speelt een aantal dingen die maken dat die harmonie geen belanghebbende is. Ten eerste onderscheidt de harmonie zich niet in voldoende mate van die andere verenigingen. Dezelfde problemen krijgen die andere verenigingen. Dus van een persoonlijk belang waarmee de harmonie zich voldoende onderscheidt van die andere stichtingen en verenigingen is geen sprake. Daarnaast komen ze op tegen de weigering van de bouwvergunning. En die weigering van die bouwvergunning, die zegt eigenlijk nog niets over de vraag of zij hun repetitieruimte kwijtraken. Want ook zonder die verbouwing zou dat repeteren daar prima door kunnen gaan. Dat hebben ze al 10 jaar gedaan. Dus wat dat betreft is er ook eigenlijk geen rechtstreeks verband tussen de weigering van die omgevingsvergunning en het niet kunnen repeteren. Het verband is er wel tussen het beëindigen van de huurovereenkomst en het niet meer kunnen gebruiken van die ruimtes door de stichtingen. Maar dat is een privaatrechtelijke overeenkomst en dat staat los van die omgevingsvergunning. Dus je ziet dat een aantal criteria daar is niet aan voldaan, dus die harmonie is geen belanghebbende. Komen we bij het architectenbureau. Het architectenbureau, dat meent dat de stichting de rekening voor het ontwerp wat zij al hebben gemaakt voor die verbouwing niet zal betalen. Ook dit is een belang dat niet rechtstreeks voortvloeit uit de weigering van die omgevingsvergunning. Het gaat gewoon om de vraag of de stichting haar contractuele verplichting om de kosten voor het maken van dat ontwerp te betalen. En daarbij is dus geen sprake van een rechtstreeks belang, een belang dat voortvloeit uit het weigeren van de omgevingsvergunning. Het gaat hooguit om een afgeleid parallel belang.
En daarmee kunnen we dat architectenbureau ook afstrepen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de aannemer. Ook daar gaat het dan om een overeenkomst die de aannemer heeft gesloten met de stichting. In dit geval de overeenkomst om die verbouwing voor zijn rekening te nemen. De verbouwing die zal nu niet doorgaan omdat de omgevingsvergunning is geweigerd en ook nog eens de huur is opgezegd. Dus die stichting die kan die overeenkomst van opdracht die hij aan de aannemer heeft gegeven niet nakomen. Ook dit vloeit niet rechtstreeks uit die weigering van de vergunning voort, maar ook uit het contract wat gesloten is met die aannemer. Dus de aannemer heeft ook hier een afgeleid parallel belang, net zoals het architectenbureau. En in dat geval wordt er gezegd, nou ja goed, de stichting die kan, zullen we zo meteen zien, zelf in beroep gaan. De aannemer heeft een afgeleid parallel belang, dus die heeft daar ook niet iets waar die apart voor in beroep zou moeten kunnen gaan. Dus het is dan aan de stichting en het feit dat hij op basis van een contract ook nadeel zou kunnen leiden van die weigering van die vergunning. Dat is een afgeleid parallel belang en dat moet hij maar uitvechten met die stichting. Desnoods kan die civielrechtelijke procedure beginnen om schade te claimen vanwege het niet nakomen van de overeenkomst. Dus ook de aannemer heeft een afgeleid parallel belang en is daarom geen belanghebbende in de zin van de AWP. Dan hebben we als laatste de stichting Gemeenschapshuis Klarendal, aanvrager van de omgevingsvergunning. Die is, en dat weten jullie op basis van de studiestof ook, die is automatisch eigenlijk belanghebbende, want de beschikking is aan de stichting gericht. Het is een negatieve beschikking. De stichting is belanghebbende. En dan zie je hier, daar hadden we het daar straks al even over, die reden die hier wordt aangevoerd is niet relevant. Het gaat bij het bepalen van de vraag of iemand belanghebbende is puur om de feitelijke situatie, het feitelijk belang. Nou, de vergunning is geweigerd aan die stichting en daarmee heeft zij een feitelijk belang. Deze reden die zij hier aanvoert, die kan beoordeeld worden in bezwaar en beroep. En indien het dan zo is dat het relativiteitsvereiste zich tegen verzet om die weigering van de omgevingsvergunning te vernietigen vanwege deze reden, dan zal dat pas aan de orde komen in een beroepsprocedure en dan is dat gewoon een inhoudelijke beoordeling. Dus de stichting is belanghebbende. Nou, dan valt dus grond A af, B is juist, C en D zijn automatisch ook onjuist. En daarmee hebben wij onze laatste vraag ook behandeld. Zometeen zal ik nog één keer kort uitleggen hoe je nou te werk kunt gaan bij het beantwoorden van meerkeuzevragen. Dat is eigenlijk een herhaling en samenvatting van de dia die jullie al eerder hebben gezien. Maar daarmee sluiten we dan deze videoclip af. Veel succes bij het maken van een tentamen en kijk nog even naar de laatste slide waar nog een keer wordt aangegeven hoe je het beste de vragen kunt beantwoorden op een meerkeuzetentamen. Hier volgen nog één keer de belangrijkste tips en tricks bij het maken van meerkeuzevragen. Het begint erbij dat je rustig de vraag en de casus doorleest. Probeer al te zien wat voor een relevante leerstukken een rol kunnen spelen. Kijk ook naar het soort vraag. Gaat het om inzicht, reproductie of toepassing? Dan weet je al wat er van je verwacht wordt en dan zie je misschien ook al dat je een aantal verschillende onderdelen uit de leerstof nodig hebt om een antwoord op de vraag te geven. Dat kan zeker bij toepassingsvragen aan de orde zijn. Heb je de alternatieven gelezen? Kijk dan ook nog even terug naar de vraag of naar de casus. Want alle informatie die er daarin staat kan relevant zijn om het juiste antwoord te kiezen. Zie je al dat bepaalde antwoorden echt onjuist zijn, streep die dan weg. Vervolgens blijft er nog 2, misschien 3 antwoorden over. Kies uit die antwoorden het meest juiste alternatief en realiseer je dat sommige antwoorden een beetje juist kunnen zijn, maar niet helemaal. Dus ben ook kritisch bij het filteren van het juiste antwoord. Veel succes met het maken van het tentamen en kijk ook nog eens naar de algemene kennisclip over het maken van tentamens met meerkeuzevragen.